Well, let's have the dance, of course. Nou, Kamushevchenko, ik vond het gewoon een waardeloze wedstrijd. Kamush is 5 ronden bezig geweest met schaduwboksen. En af en toe sprong ze er eens leuk in, maar het was een slaapverwekkende wedstrijd. Echt, ik had er veel meer van verwacht. Het is ook een beetje dat Kamush een beetje bang was om in te stappen en het ding te doen. Omdat Shevchenko heel goed op de counter vecht. En ik denk dat ze daar een beetje huiverig voor was. Maar ja, aan de andere kant, als je de kans krijgt, pak die kans, weet je wel. Vecht gewoon de longen uit je lijf. En zet Shevchenko gewoon onder druk. Ik geloof dat ze bij zeg en schrijven 2-3 takedowntjes hebben geprobeerd die wel mislukten. En dat was, ik vond het echt een waardeloze wedstrijd. Echt schandalig. Ja, tegen Nunes, het zou een superpot. Dat zou een superpot worden. En dan durf ik mijn geld nog niet op een uitslag te zetten. Maar dat zou een superpot worden. Champ. Ja, dat zou ik monsterlijk vinden. Haal ik weer chips en cola in huis. Ja, Luke Perry, gewoon een snoeppartij. Heerlijk. Luke vocht met goed druk. En Perry bleef gewoon gevaarlijk tot de laatste ronde met zijn counters. Ja, echt een heerlijke wedstrijd. Echt super. Ja, Luke kwam af en toe goed door met zijn knieën. Ja, wat dan helaas in de laatste ronde een beetje beroerd uitpakte voor de neus van Perry. En ondanks dat Perry daarmee laat hij gewoon zien uit wat voor hout hij gesneden is. Want een neusbreken, dat voel je gewoon. En dan in een klappen van de guillotine liggen en gewoon terugvechten, half leeg lopen. En gewoon terugvechten tot de bel, gewoon niet opgeven. Ja, man aan mijn hart. Man krijgt 10 punten. Ik vond dat Luke de terechte winnaar was. Ik vond dat hij de man was die de wedstrijd eigenlijk bepaald heeft tot de 5e ronde. Het was de man die zijn tegenstander continu in het gaas zette. Luke hield echt het midden van de octagon. Perry zwierf om hem heen. Ik vond het terechte winnaar. Ja, Perry was wat meer op de counter en Luke was wat meer de drukgever en de aanvaller. Nee, terecht. Bij de uitslag gaan de handjes omhoog. En toen zag je Perry zelf ook al zo naar het beeld kijken. Je hebt in het stadion heb je hele grote schermen in de hoeken hangen. En toen zag je hem zelf ook al kijken van, is dit het? Maar ik heb gehoord dat hij zondag geopereerd is, dat de operatie perfect gegaan is. Dus de pleisters zitten weer op. Het is een sport met een risico. Hou je handjes hoog en kijk, als jij net naar beneden gaat en je krijgt een knie op je masker. Ja, ik heb zelf ook wel eens een kop als een krentenbol gehad. Dat Shevchenko tegen Kamush dat het nieuws niet haalt. Omdat het gewoon nogmaals, goede termijnen er staan hoor, maar het was gewoon een waardeloze partij, slaapverwekkend. Dus dat hij het nieuws niet haalt, dat vind ik eigenlijk logisch. Ja, en dat hij neus dan het nieuws haalt, ik vind dat wel logisch. De mensen vinden dat om te smullen natuurlijk, hè? En dan krijg je die discussie weer, moeten we het wel doen, moeten we het niet doen? En je krijgt altijd, moeten we het niet verbieden, moeten we niet... Wat dat betreft wordt op elke slag zout gelegd het is topsport, er zitten ontzettend goede artsen om die octagon, het wordt goed in de gaten gehouden. Ja, en bij boksen en bij alles andere sporten, rugby, kan je ook gewoon je neus wel een keertje breken of whatever. Dus ik vind dat hoe er nu mee om wordt gegaan, de Telegraaf, helemaal nooit iets over de UFC of wat voor MMA-organisaties dan ook schrijft. En dan nu weer als haantje de voorste weer over een neus begint te peuwen. Ja, ik vind dat waardeloos. Ik bekijk ook de sportieve kant eens een keertje. En peuw niet alleen over een neus of een scheur in iemand zijn kop. Ja, ik vond Ozdemir ontzettend goed vechten. Ik vond hem heel goed in en uit bewegen. Vocht echt net zoals Luke met goed druk. Zorgde dat Latifi continu met zijn rug in het gaas stond. Ja, echt perfect. Bewoog goed in en uit. En eigenlijk was Latifi de eerste ronde, kon hij nog wel eens een beetje links zijn. Maar eigenlijk na de eerste ronde was Latifi gewoon een prooi. En die linkshoek die zat er gewoon loepiezuiver op van Ozdemir. Ja, petje af. En ik denk dat van Ozdemir nog wel het een en ander gaan horen in de toekomst. Nou, ik zou Masvidal Edwards die wedstrijd zou ik wel willen zien. Kijk, wat er natuurlijk toen gebeurde tijdens het interview van Masvidal. Dat Masvidal uit het interview stapte en even orde op zaken stelde met Edwards. Ja, ik vind wat dat betreft, het mag natuurlijk niet. Maar aan de andere kant lost hij wel het Conor McGregoriaanse gedrag. Lost hij op die manier gewoon goed op, weet je. Hou je bek.
En daag me uit in de octagon en doe het. Maar Conor McGregoriaanse gedrag heb je goed afgesweept, om het even zo te zeggen. Ik zou die wedstrijd wel graag willen zien. Want ik denk dat Edwards wel wat recht te zetten heeft natuurlijk. Want het heeft hem natuurlijk niet lekker gezeten wat daar gebeurd is. Dus voor de ranking is het denk ik ook wel goed. En misschien is dat inderdaad een hele goede aanloopwedstrijd voor de titelshot. Maar het zou wel een wedstrijdje zijn die ik zou wel zo willen zien. Kom jij, Miocic? Ja, wat verwacht ik van die partij? Miocic heeft voor mij een hele grote gunfactor. Ik heb Miocic heel vaak ontmoet in de kleedkamer en zijn team. En hij zijn een heel goed, respectvol koppeltje. Echt sportmannen in hart en nieren met z'n allen. Ik gun het Miocic heel erg. Cormier, die ken ik niet zo goed. Maar ik vind Cormier geen blaaskaak, dus die gun ik het eigenlijk net zoals Stipe. En wat de uitslag daarvan zou zijn, ja, ik denk dat Stipe gebrand is als de pleuris. Dat denk ik. Ik denk dat hij echt zich in het zweet heeft getraind voor deze wedstrijd. Dat weet ik bijna zeker. Kijk, Stipe heeft 3 keer verloren natuurlijk. Hè. De eerste keer was dat van Stefan Struve, waar ik heel blij mee was. Tweede keer verloor hij van Junior Dos Santos en de derde keer van Cormier, ja. Dus de laatste keer van Cormier. Hij heeft nu een jaar niet gevochten. Meteen zijn eerste wedstrijd weer tegen Cormier. Dus ja, ik denk dat hij wel wat recht te zetten heeft. Ik ga geen uitslag doen. Maar ik gun het Stipe heel erg. Ik heb er echt zin in die wedstrijd. Ja, Stipe heeft natuurlijk een jaar niet gevochten. Een mentaal dingetje. Hij moet meteen tegen de man waar hij van verloren heeft. Cormier heeft ook heel lang. Zijn laatste partij was tegen Lewis. Hè. Won hij in de tweede ronde op een rear neck choke. Kijk, Cormier zit ook niet heel erg lekker in zijn ritme. Ze zitten alle twee niet lekker in hun ritme. En je laatste partij een verliespartij. Ik denk dat je dan alleen maar gebrander bent omdat je wat recht wil zetten tegen het publiek. Kijk, Miocic is toch een kampioen geweest die heel lang in het zadel heeft gezeten. Dus ik denk dat hij wel heel graag op dat zadel terug wil. Dus ik denk dat niet veel invloed heeft. Het zijn alle twee heel erg routiniers. En of die nou een jaar of 2 jaar niet vechten. Kijk, ik heb al een eeuwigheid niet gevochten. Maar als ik straks naar buiten loop en iemand die vraagt om mijn portemonnee, dan moet ik er ook wat van maken. Dan ga ik er ook een goede wedstrijd van laten zien. Je hebt toch een plukje ervaring in je zak waar je toch altijd wel een tijdje op kan teren. En een jaar. Nee, dat moet wel goed komen. Ja, Diaz, Petters. Ja, monsterpartij. Diaz die zit in mijn favoriete boekje. Een man die altijd voor vuurwerk zorgt. En tegen Petters. Petters is gewoon ook een goede snuiter. Die ook zijn huiswerk altijd wel gemaakt op het moment dat hij de octagon in kruipt. Diaz heeft een tijd niet gevochten. Hè, zijn laatste wedstrijd was tegen McGregor. Die verloor hij op punten. Trouwens een monsterpartij. Hele goede wedstrijd. Ja, Petters de taekwondo-jongen. De man met zijn tovertrucs, om het maar even zo te zeggen. Ja, Diaz vind ik gewoon een betere brawler. Ik vind hem wat meer een vechter. Ik vind Petters wat meer een sportjongen. Ja, ik ga het zeggen. Diaz. Waarom zit Diaz in mijn favoriete boekje? Het is gewoon een jongen die met twee voeten aan de grond staat. Ook echt een knokker in hart en nieren die er echt gewoon maling aan heeft. Risico's durft te nemen in wedstrijden. En dat mag ik graag zien. Dus iemand die vecht voor de overwinning. En niet iemand die 5 rondjes door de kooi heen huppelt om zijn contract maar veilig te stellen. Nate heeft daar gewoon maling aan en die klapt er gewoon in. En van die manier van vechten, dat vind ik prachtig om te zien. Je ziet vandaag de dag gewoon heel veel, ook buiten de UFC, om heel veel Sherdog vechters. En daar bedoel ik mee mensen die een beetje hun tegenstanders uitzoeken. Om die Sherdog-lijst maar safe te houden. Hè. Het is belangrijk. Hè. Alle grote organisaties kijken altijd naar jouw Sherdog-lijst voordat ze überhaupt een contractje aanbieden. Dus heel veel mensen vallen daarmee ook een beetje door het mandje. Hè. Ik ga geen namen noemen van vechters, maar vechters die echt gewoon hun tegenstanders uitgezocht hebben met 10 gewonnen wedstrijden in de UFC kwamen. En daar gewoon lelijk op hun bek gaan, omdat gewoon in de UFC geen koekenbakkers komen. Dus je daar gewoon moet vechten. En dan door het mandje vallen. Dus eigenlijk Sherdog-vechters noem ik dat altijd.
Dat vind ik waardeloos. En ik vind, Nate hoeft niet meer voor Sherdog te vechten. Want die zit gewoon in de beste organisatie ter wereld, is mijn opinie. Hij verdient gewoon heel goed zijn centen. Maar het is gewoon nog steeds de jongen die de schijt in hebben, gewoon gaan met die banaan. En dat vind ik gewoon mooi om naar te kijken. Dat willen we zien.